De perfecte Napolitaanse pizza. We beginnen met een aantal ingrediënten om het voorpapje te maken. Dat is een voorpapje en dat noemen we Polish. Dat is iets wat je in de koelkast overnight neerzet. Dus wat je een nachtje laat staan om het een beetje op te laten gaan. Wat dan belangrijk is, is ik heb eigenlijk deze... Of dit meel van Caputo altijd die ik haal. De Nuvola, die geeft wat extra lucht. En ik gebruik de helft van deze, van pizzeria deeg. Het is ook dubbel nul. Het is allebei dubbel nul. Maakt niet zoveel uit. Ik gebruik ze half om half, maar je kunt er ook een van die twee gewoon prima nemen. Wat belangrijk is, is dat je daarvan dus die 300 gram neemt. Dus die 300 gram van deze bloem. 300 milliliter aan water is belangrijk. En 4 gram gist, dat is een teaspoon is dat. Dus 1 teaspoon is 5 gram gist. Ik doe meestal net ietsje minder. Dan doe je die 300 milliliter met water. Daar doe je de gist doorheen. En dan doe je met een vorkje doe je dat eventjes tot een papje maken. Eigenlijk tot het even doorroeren. En daarbij doe ik altijd een klein drupje honing. Denk aan, ja, wat is het? Gewoon even één keer knijpen in zo'n knijpflesje honing. Het is maar een klein beetje. Ik weet niet exact hoeveel dat is. Gewoon een klein beetje honing. Dat zet dat gistproces, of dat gist, dat rijstproces, versnelt dat het een beetje. Het is een beetje, vals spelen eigenlijk. Daarna stop je de bloem bij het papje. En dan ga je dat dus langzaam verder doorroeren. En dat zetten we dan daarna, zodat... even kijken of dat lukt zo. Dan zetten we dat daarna, zetten we dat weg. Dus dat is belangrijk om gewoon een beetje met het vorkje zo te blijven doen. Tot aan een papje wordt. En op het moment dat dat zo'n papje is als dat stukje daar, dan dekken we dat ongeveer een uurtje af. Dus ongeveer 1 uur afdekken met een theedoek. Na dat uurtje gaat hij de koelkast in en het is nu avond. Ik ben het nu om 10 uur 's avonds aan het maken of om 8 uur 's avonds. Dat is allemaal prima. En dan de volgende ochtend, dan mag het eruit. En dan kun je door met de tweede fase. Ja, dus hij gaat zo meteen een uurtje, laat je het even liggen. Dan kan nog even wat rijzen, daarna verder niks mee doen. Daarna kan hij gewoon de koelkast in en dan morgen weer verder. Zo, de volgende ochtend haal ik het Polish... papje haal ik uit de vriezer, of uit de vriezer, uit de koelkast. En nou ja, zoals je een beetje kunt zien, het is ietsje groter geworden. Het heeft wat rijsttijd gehad, maar goed, voor de rest in de koelkast. Dat is dus overnight gebeurd, dus ik heb gisteravond gemaakt en nu is het ochtend, uurtje of 10. Dan ga ik de rest toevoegen. In de pizza app kun je zelf helemaal bepalen wat je daarin doet. Ik heb dus een Polish papje gemaakt van 300 gram bloem en 300 milliliter water en 4 gram gist. In de pizza app kun je dat ook helemaal selecteren. Ik houd 3% zout aan en ik heb 65% hydration. Dus 65% wat dus water bevat in de pizza app, in je deeg. Daarnaast heb ik, wat heb ik nog meer geselecteerd, dan komt eruit dat ik een x-percentage zeezout moet gebruiken. Dus je moet altijd zeezout gebruiken, met die dikke korrels. Dus gewoon zo'n kartonnen pak wat je kunt kopen. Vervolgens ga ik het kneden. Ongeveer een kwartier, als je een kwartier tot 20 minuten met de hand aan het doen bent. En je moet echt goed die gluten uitstrijken, dus echt... Ja, de pizzadeeg lang maken. Dus lang maken, continu omdraaien, lang maken. En dan ga je de gluten echt goed uittrekken. En daarna laat je het weer staan voor een aantal uur. Meestal een uurtje of 4. Kun je het dan laten staan als je het de avond ervoor maakt. Hè? Dus ik heb het vrijdagavond heb ik het papje gemaakt van Polish. En dan is het zaterdagavond eten. Als ik nu zondag zou willen eten en ik laat het nog langer staan, dat kan ook. Dan zou ik nu het kneedwerk doen voor het volledige deeg. Dat laat ik dan een uur staan. En dan gooi ik het weer 24 uur. En dan ga ik zondagochtend de bollen maken. Nu heb ik wat meer haast, dus ga ik kijken hoe dat werkt. En ga ik vanavond de pizza's eten. En dat betekent dat ik nu de
Na het kneden laat ik het een uurtje rusten. Dan ga ik weer wat bollen, of dan ga ik weer één grote bol maken. En dan laat ik het nog een uurtje liggen en dan ga ik daarna de bollen zelf maken. En die laat ik dan liggen tot vanavond. Dus die hydration is belangrijk. Ik zou die 65% aanhouden. Dan heb je ook goed kneedbare deeg voor de pizza. En ik houd bolgroottes aan van zo'n 260 gram ongeveer. Past prima in een Oni, past prima in een normale oven. Heb je genoeg stretchtijd. En het belangrijkste is dat je dat echt goed opvolgt tot op de punt, zeg maar. Want anders krijg je bijvoorbeeld deeg dat als je dat gaat uitrekken op de Napolitaanse manier dat ik je vanavond laat zien, dat er gaten in komen. Hè? Dus dat wil je niet. Dus dat, zeezout was het. Een deeg bijvoegen en water en that's it. Ja, dus op het moment dat je het deeg bij elkaar hebt gestopt met water, is het heel belangrijk dat je deze handeling maakt. Dus je strekt die gluten uit elkaar. Dat is heel belangrijk. Dan doe je gewoon een kwartiertje. Dus stretchen en uit en terug in een bolletje. Dat is belangrijk. Dat doe je voor een kwartier. Daarna, op het moment dat je daar klaar mee bent, kun je even je handen afwassen. Of je gooit er gewoon even wat olie in. En dan ga je vervolgens een bol maken. Dat laat ik je zo meteen nog even zien. Zo, ik ben nu klaar met kneden. Na het kneden, dan maak ik die bol een klein beetje, zo, ik draai het een beetje rond zo de hele tijd. Ik heb mijn handen afgewassen en dan laat ik het even voor een kwartiertje rusten met de kom er zo op. En na een kwartier ga ik met olie in mijn handen, ga ik die bol nog veel verder stretchen. Dat laat ik je zo meteen nog eventjes zien. Zo, dus doe wat olijfolie in mijn handen. Nee, weet je, want het zit verder helemaal niet door de pizza heen. Doe ook niet te veel, want anders gaat het verbranden. Een beetje zo erop, tap, tap, tap. En vervolgens pak je hem hier zo aan de onderkant, want hij heeft even een kwartiertje gerust. Maak je hem eventjes zo los, want je kunt de bol, is belangrijk dat hij aan de onderkant, dat hij helemaal gekloost wordt, helemaal dicht gaat. Want dan gaat hij pas goed rijzen. Dus dat doe je. En dat moet je echt wel een aantal keer doen. Dus het lijkt lastig, maar met olie gaat het eigenlijk prima. Dus ik draai en ik duw het er onderweg. Dus ik duw het er onderweg. En ik draai. Dat blijf je gewoon nog eventjes doen. Wat je ook kunt doen, als het wat droger is, want nu gaat hij zo los. Als je bloem erop zou hebben liggen, dan kun je hem ook zo aantrekken. En dan pak je hem weer op. Dus als je deeg heel erg nat is, dan moet je hem eigenlijk iedere keer zo oppakken. Dan zie je dat de onderkant zo een beetje meegaat. Weer neerleggen. En dan pak je hem aan de andere kant. En dan leg je hem ook weer zo neer. Dus zo kun je het ook doen. Iedere keer een kwartslagje draaien. Maar omdat ik nu best wel veel olie heb gebruikt, doe ik eigenlijk zo. En dan draai ik het erin. Zodat hij aan de onderkant mooi dicht gaat. En dan gaat die bovenkant, die stretch zich verder. En dan kan het veel sneller rijzen. En dan is het eigenlijk klaar. Op dat moment doe ik nog een klein beetje olie in deze pan. Zodat hij in ieder geval niet hierin blijft plakken voor de komende 4 uur. Het is nu ongeveer 10 uur. En laat ik hem dus nog zo'n tot een uurtje of 2, dus zo'n 4 uur, leg ik hem hierin. En dan dek je hem af met magnetronfolie, huishoudfolie. Laat je eroverheen. Eventueel nog een extra theedoek eroverheen. En dan is het klaar. En dan gaan we straks de bol maken. Ik heb dus nu het grote bol deeg heb ik er uitgehaald. En ik ben dus nu, je mag wel dichterbij komen, Bram. Ja, ik schuim ook in. Ik heb dus nu de stukken onderverdeeld op 260 gram. En wat je ziet wat ik doe, ik pak een klein beetje bloem. En die leg ik dus daarin, kun je dat zien? Ja. Ik overal daar. En een klein beetje erop, want zometeen doen we daar natuurlijk wat, wat keukenfolie op. En dan heb ik hier dit zo een klein beetje. En dan draai ik dat zo naar binnen. En wat ik kan wat doen is om hem echt goed te sluiten van onder. Dan pak je hem hier beet. En dan trek ik hem, zie je? Dan trek ik hem zo terug en pak hem hier weer op. En dan trek ik hem weer zo terug. En zo maak je hem mooi dicht. En dan leg je hem daar terug in die bak. Dus dat eigenlijk, meestal doe ik het zo. Even iets meer closen. Zo, closen. En dan dicht. Heel belangrijk, want het is nu ongeveer 2:30.
En we gaan om 5 uur, 5 uur, 6 uur, gaan we ongeveer die pizza's maken. En je wilt er wel een paar uur van tevoren, want vandaag is een beetje een snelle dag, hè, zoals ik al zei. Want normaal doen we 48 uur die bollen laten rijzen. En nu doen we dat eigenlijk maar niet eens een dag. Ja, wel iets langer dan een dag. Nee, niet iets langer dan een dag. Bijna een dag. Dus dat is vrij kort. Dus ja, weet je, dat is iets anders. Maar je zult zien, als je nu naar de bollen kijkt, dan zie je dat ze straks zullen ze wat meer uitgezakt zijn. En dan gaan we ze uitdraaien naar een pizza. Dan neem ik het dan straks weer op. Oké, ik zie je straks. Doei. En vervolgens gaan we de oven opstoken. Ik heb nu even de oven aangezet. En zoals je ziet is die nu zo'n 150 graden. De deurtje staat natuurlijk ook open, maar dan kan die lekker warm worden. Per oven is dat natuurlijk verschillend. Deze laat ik tot 350, 400 graden even komen. Dan schuif ik het zo meteen netjes opzij en dan kunnen we gaan beginnen. Zometeen de ingrediënten. We gaan nu de pizza maken. Wat ik heb gedaan is, ik heb buffelmozzarella heb ik hier uit laten lekken. Ik heb een zakje parmezaanse kaas gewoon om eroverheen te doen. Ik heb de semolina, dat is een aparte, dat is maismeel. Is dat, en dat maismeel dat geeft die krokante korst eigenlijk. Ik heb wat basilicumblaadjes. En dit is het saus eigenlijk. De saus is, die kun je bij de Albert Heijn halen. Dat is een blikje mutti. Er zitten marzano tomaten in, dat ruik je ook. En daar stop ik dus de basilicum stop ik daarbij. En wat zeezout, een klein handje. En dan mix ik dat met de machine even. Dan krijg je eigenlijk gelijk het pakje erbij. Dus er zit ook nog wel wat zout doorheen. Dus dat, ja. Ik ga nu die bol even pakken die ik klaar heb gemaakt. En die stop ik dus in deze semolina. Hierin. En dan even een beetje erop. En dan druk je hem eigenlijk al een klein beetje uit. Dus zorg dat je in het midden blijft drukken. En niet aan die zijkanten, want hier zit die lucht. Kijk, het is eigenlijk wel, zie je. En dan druk ik dus zo. Ik hou mijn handen hoog. Waarom druk je dan zelf wel aan de buitenkant? Nee, ik druk niet aan de buitenkant. Kijk, dan draai ik hem weer om. Jij drukt. En dan druk ik de lucht naar de zijkant toe, toch? Zie je, Bram? Ja. Klopt dat? Doe ja. Goed? Kijk, zo. Exact. Ja. En dan ook weer in het midden. Dus nadat je één keer daar hebt gedaan, ook in het midden. Ja, klopt. Dus dan druk ik ze naar buiten toe. En dan hou je hem netjes rond. Je draait nog een beetje. Zie je, en dan gaat die lucht ook naar de buitenkant. Dat is heel belangrijk. Kun je het goed zien? Mooi. Kijk, zo. Nou, vervolgens, als je dit hebt, hè, dan is het belangrijk dat je hem zo pakt met je handen. Je houdt deze hand erop. Hier hou je apart daaronder tegen die korst aan. Klein beetje trekken, eroverheen. En los. Klein beetje trekken en eroverheen. Los. Klein beetje trekken, los. Zo. En op een ander stukje. En op een ander stukje. Zo. En door. Een beetje het stretchen van het deeg. En als je de goede verhouding hebt gebruikt, dan gaat het helemaal perfect en helemaal goed. Hier is die wat dikker, dus dan pak ik hem daar wat meer. Kijk, en vervolgens dan draai ik hem zo op mijn handen. En dan trek ik hem nog een klein beetje uit. En kijk uit, hè, je moet die handen hier een beetje eronder houden. En dan op een gegeven moment krijg je er wel een beetje gevoel voor. En dan laat je hem een beetje hangen. En zo stretch je eigenlijk die pizza tot een grote. Zie je? Kleine gaatjes zijn niet zo heel erg. Je kan er altijd een stukje, laat je basilicum onder doen, niet nodig. Pak deze saus, je moet iets meer afstand houden van. Ja. Kom maar even kijken. Goed zo. En dan draai je die zo uit. Zorg dat je niet de zijkant raakt. Ook niet te nat maken, want dan wordt het weer zo nat in de oven. En dan krijg je een kletsnatte pizza. En dat wil je ook niet. Dan laten we die basilicum ook eigenlijk uitdraaien. Wat ik doe is, ik heb twee soorten. In dit geval pak ik nog een beetje buffelmozzarella ertussen. Vind ik toch wel zelf iets lekkerder. Het is wel natter, maar het is wel, heeft veel meer smaak, vind ik eigenlijk. Zo, kun jij aan die kant gaan staan, Bram? Ja, dat vind jij, ja. een paar
blaadjes basilicum stop ik erop. En niet te vergeten de Parmezaanse kaas. Van ook zo. Toch wel heel erg lekker, vind ik. Migas! Nou, laat me even gaan, joh. Dat is niet zo erg. En nog een klein beetje olie. Oké, en dan pak ik de pizza schep. Doe een klein beetje op, zodat hij kan pakken. Dan pak hem op en ik draai hem eronder. Gelijk zo. Oké, dus dan trekken we hem eigenlijk uit. Dan maak je daar een wat grotere pizza van. Dan trek je net achter die bodem. Trek je. Achter die korst. Nu is hij wat groter. Mijn oven die staat op 400, Bram. Even inzoomen. Rik 400 graden. Bij een Napolitaanse pizza is het belangrijk dat hij gewoon kort erin zit en veel draaien. Dus daar komt hij. En dan in één shot haal je hem weg. Waarom? Anders wordt hij te klein en dan trek je hem kapot. We laten hem verder openstaan. Zo, ik heb het echt warm. En dan gaan we zo meteen deze draaien. Dus je mag hem laten rollen hoor, dat is prima. Gaan we zo meteen kijken. Kijk, je ziet al een beetje als jij even naar de pizza wat dichterbij pakt, Bram. Lukt dat? Oh, je hebt al wat ingezoomd, wat goed. Nee, nu ga ik even drinken. Ja, dus ga ik hem nu even kijken hoe de bodem is. Kun je het zien? Ja, ik ga je nu inzoomen. Dan draai je hem eigenlijk gelijk om. Ik hou hem op dezelfde plek, omdat ik vind dat die bodem, die is, wordt bij mij, die brandt heel snel aan op dit stuk. En als je hem dan op dezelfde stuk van de vloer laat liggen, dan koelt hij daar iets af. Ga je hem op een ander stuk leggen, dan gaat het gewoon te hard. Maar je ziet al dat het heel snel gaat, hè? Er zit echt maar een minuutje in of zo. Ik blijf een beetje kijken naar die bodem, want die gaat echt heel hard. Nu zit er 20 seconden in, dus. Nou, iets langer. Maar als die bodem te hard gaat, kan ik hem altijd nog hierop leggen en dan in de lucht houden. En dat is toch als hij een beetje gaat borrelen? Ja, hij gaat al een beetje borrelen. Maar hij gaat aan die kant iets te hard. Zo. Gaat al snel, hè? Ja. Eigenlijk gaat hij ietsje snel, waardoor ik het prettiger vind om op 350 graden te pakken. Maar, je ziet al wel, hè, die zwarte puntjes erop, dat is echt naar. Je zit nu op de 340 graden. Ja. En je telefoon wordt een beetje warm. En de telefoon wordt een beetje heet. Ja. Hij is bijna klaar. Even kort bovenin en klaar. Nou, ik denk dat het misschien is het een minuut. Ik weet het niet. Ja, het was een minuut. Nou, ongeveer een halve minuut. Kijk eens, luister eens. Drie kwartier. Soft en crunchy. Zie je het? Ja, dus kijk, mag ik even voordoen? Dit is hard. Moet je weghalen. Mooi, hè? Soort dingetjes. Wat gingen we er ook weer op doen? We hebben nog wat, nou, een paar. We hebben nog een blaadje. Basilicum erbij. En we hadden nog, wat gaan we doen dit keer? We maken gewoon iets met parma. Dat is wel lekker. Ik heb hier, ja, heb je nog pasta? Ja, tuurlijk. Kijk, wat wel lekker is ik heb hier rucola. Dus dat is eigenlijk een parma ham. Kun je even iets goed op afstand houden, Ben? Ja, ik ben op afstand. Gooi dan eerst de rucola eroverheen. Kom maar kijken bij de pizza, hoor. Kijk, even wat rucola eroverheen, waardoor die, als je de parma erop gooit. Dus eigenlijk helemaal vol? Ja, eigenlijk helemaal vol, ja. En dan heb ik een paar ingrediënten. Dus het is rucola. Ik heb daarbij ook nog de... kijken, parma ham natuurlijk. Doe ik een paar plakjes van op, zo op deze manier. Dat hij weer hetzelfde helemaal is gevuld. Ja, dit is de smaak, jongens. Dit is de smaak, kijk. Dat is fantastisch. Let op. Veel te vol, maar daar doen we peper op. Sowieso aan de zijkanten van de randen een klein beetje. Oh, sorry. Dat doe ik met deze. Ik doe er ook een klein beetje olie op met knoflook.
En die kun je zo een klein beetje over de rand heen doen. Kun je ook met zo'n spateltje doen of iets dergelijks. Maar dat is wel erg lekker. En een klein beetje in het midden zo erop. En wat je daar nog bij kunt doen, is, vind ik zelf altijd heel erg lekker. Dat zijn dus deze vlokken. Dan maak je die pizza dus echt helemaal mee af. Kijk, pak hier nog wat van. En dan strooi je die zo nog een klein beetje eroverheen. Nog een klein beetje peper. En dan ben je er. Nee, olijfolie. Dat hebben we. Ja, eet smakelijk. Tot ziens.